Misschien heb je het wel gelezen of gehoord, maar de Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar hoe makkelijk het eigenlijk is om nep-reviews op reviewplatformen te plaatsen. Kieskeurig heeft hier helaas ook dagelijks mee te maken. Maar hoe pakken wij dit eigenlijk aan? Kieskeurig.nl controleert iedere review handmatig binnen 24 uur. We kijken eerst of de review voldoende gemotiveerd is en of er geen beledigende taal wordt gebruikt. Bij iedere review kunnen we zien vanaf welk IP-adres de review is geschreven. Zien we meerdere reviews vanaf één IP-adres binnenkomen, dan gaan we verder met de controle. Zien we verschillende reviews vanaf één e-mailadres binnenkomen, dan gaan we deze ook extra onderzoeken. Ook als we een steeds terugkerend patroon in reviews zien, dus bepaalde zinsopbouw of bepaalde termen die steeds terugkomen, dan gaan we deze reviews extra onderzoeken. Een andere aanleiding om reviews extra te controleren zijn reviews met extreem hoge cijfers of extreem lage cijfers, die bijvoorbeeld geplaatst zijn binnen een hele korte periode. Komt een review niet door onze controle heen, dan vragen we extra informatie op bij de reviewer. Zo kunnen we de factuur opvragen om te controleren of het product daadwerkelijk in bezit is en gekocht is bij de betreffende webshop. Verder checken we of de fabrikant of webshop jou niet beloont voor het achterlaten van een review. En ook niet vraagt om uitsluitend een positieve review op Kieskeurig achter te laten. En mocht je nou zelf een review zien die je niet helemaal vertrouwt, laat het ons dan weten. Je kan ons mailen op info@kieskeurig.nl.